Goedemorgen allemaal. Ik stap net van de fiets. Je ziet al waar ik ben. Ik ben op school. Om een verjaardag te vieren dat we een maand thuis hebben gezeten. Niets is leuker natuurlijk dan dat vieren hier op school. Ja, vandaag is een belangrijke dag voor een aantal examenkandidaten. Die kunnen nog slagen. Het is herexamens. Schoolexamen, herkansen, dan moet ik eigenlijk zeggen. Er zijn dit jaar geen herexamens. ik moet surveilleren. En daar heb ik veel zin in. In tegenstelling tot normaal gesproken. Normaal gesproken vind ik surveilleren erg saai. Maar nu zie ik wat leerlingen weer. En daar heb ik heel veel zin in om ze te zien. Ik kan ook even kijken bij mijn bijen hoe het daarmee gaat. Ik ben vooral heel blij om hier te zijn. Het is wel raar zonder jullie. En het is raar om hier in zo'n leeg lokaal te zijn. Is het nog wat vroeg, maar ja, ze zijn overal in school bezig. Met allerlei zaken die normaal gesproken in de zomer gebeuren of in de meivakantie. Dus de conciergerie is hard aan het werk. Ik ga surveilleren en dan ga ik die toetsen nakijken. Dus jij ook weer, maak een lijstje met wat je gaat doen. Dan is morgen de laatste dag. Ja, zorg dat je alles klaar hebt voor de vakantie. Dat is een fijn gevoel om een vakantie te houden. En wie weet zie ik je zo meteen. Ja, in ieder geval voor de mensen die een herkansing hebben, heel veel succes. En fijne dag vandaag weer. Hoi.